Yo, what's up guys? Afgelopen maandag was ik de gelukkige die met de closed beta aan de slag mocht voor Battlefield 2042. En dat deed ik hier vanuit huis, want zoals je weet, we gaan al een tijdje niet meer op trip. Hopelijk komt dat weer snel terug, maar anderzijds was het ook wel fijn om te checken hoe die game draait op mijn PC. Zoals je misschien weet, ik heb een ultra-wide monitor, dus alle footage die je nu straks gaat zien is gecaptured in ultra-wide. En ik speel het hier op de PC die hier naast me staat. Dat is een RTX 3080. En dat zorgt er dus voor dat we eigenlijk ook alle settings gewoon naar ultra hebben kunnen pushen. Dus we zien nu uiteraard wel een Battlefield die nog in ontwikkeling is. Want het is een beeld van een aantal maanden oud. Maar je krijgt wel een goed gevoel over hoe die game er nou uiteindelijk komt uit te zien. We spelen op de map Orbital. Dat is een map in Frans-Nieuw-Guinea. En daar heb je een raketlancering die op dat moment gaande is. En je hebt te maken met dynamische weersomstandigheden. Het is ook nog eens een hele grote map. Dat heeft er natuurlijk mee te maken dat we uiteindelijk nu met Battlefield 2042 naar maps gaan voor 128 man. Dat is alleen op de next-gen consoles en op de PC. Last-gen houdt het gewoon heel even bij 64 man. Dat is helemaal prima. Waarom ik zo enthousiast ben over deze Battlefield? Het voelt eigenlijk aan alles alsof het weer teruggaat naar de good old days, de glory days, de Battlefield 3, 4 dagen. Dat zijn voor mij toch wel echt de hoogtijdagen dat ik er echt honderden uren in heb gestopt. Battlefield 1 en 5 was niet helemaal mijn ding. Niet dat ze zo heel erg slecht waren, maar het was gewoon niet echt mijn ding. Ik heb vroeger ook 1942 gespeeld. Ik heb Vietnam gespeeld. 2041 niet. Ik ben er een tijdje uit geweest. En ik ben het volgens mij weer rond die tijd van Bad Company 2 op gaan pakken. En ja, eigenlijk, dit is gewoon een van de meest legendarische shooters in de gaming-industrie. En eigenlijk ook eentje die vier en Koen bovenaan stond met kop en schouders boven de concurrentie uit. Dat is inmiddels al een tijdje niet meer. Kan Battlefield 2042 dat weer terugbrengen? We gaan het zien. Hier heb je mijn potje dus. Zonder cam, zonder mic. Want ik heb dit dus opgenomen eigenlijk als footage voor de Gamekings preview. Maar jullie lieten al weten op Discord dat jullie graag ook die footage zouden willen zien in zijn geheel. Dus ik heb nu één potje voor jullie. Battlefield 2042 op de map Orbital. En ik moet er alvast bij zeggen, je kijkt niet om een insane vette skills. Ik was een beetje roestig, maar daar gaan we aan werken. Dus hopelijk gaat dat nog in de toekomst beter worden. Nu alvast heel veel plezier bij mijn potje Battlefield 2042. Control most sectors. Sector Alpha is ours. We have majority control of the sectors. We have secured Sector Foxtrot. Understood. 180 degrees. Over. Distance 300 meters. Got one. They control Sector Charlie. Russians have control of most sectors. Our troops control Sector Echo. Digging into their reinforcements now. They've occupied Sector Foxtrot. Enemy forces control the majority of sectors. hostiles. Watch my back. Control sector Foxtrot. Remain unsecured. Sector Alpha now secure. Get moving. Head to the marker. Sectors under control. The enemy has Sector Bravo. Majority control of the sectors. We are in control of Sector Foxtrot. to reload. Charlie, objectives under control. Sector secure. Gotta start securing sectors. Enemy has majority control. Sector Alpha. Let's get going. Our forces are nearing majority control of the sectors. Sector Bravo has been secured. Reloading, watch my back! Cover me, I'm reloading! They're losing this battle. Hold your territory. With me? Hey! Hey! Get out there, go! Time to reload. Sector Alpha secure. Sector Alpha. Hostiles now control Sector Echo. Resources are running low.